Wat blijf je nou het meeste bij van deze avond? Ja, gemengde gevoelens, maar vooral... We hebben het laten liggen hier. In een paar minuten hebben we de wedstrijd weggegeven. En dan bedoel je die twee goals van de Poolse spits? Ja, het begint al bij de eerste goal. We staan 1-2 seconden niet op te letten. En hij kan vrij lopen en schieten. Dat mag ons niet gebeuren. Maar het is niet de eerste keer dit seizoen. Hè? Dat moet frustrerend zijn, denk ik, dat het op dit moment steeds terugkeert. Nee, dat klopt. We moeten er snel, echt heel snel van leren. Want het mag ons niet overkomen. Eigenlijk is er na de tweeën niks aan de hand. We spelen goed voetbal, aardig voetbal. Ze krijgen niet echt druk op ons. Maar goed, na de, volgens mij de tweede onderbreking, als ik het goed heb, dan gaat het helemaal mis. Komen jullie dan verkeerd de kleedkamer uit? Of is het een nadeel dat je even stilgelegen hebt? Wat is het? Daar mag het zeker niet aan liggen. Maar goed, zij gaan ook naar binnen. Dus ja, de 2-1, als je met 2-1 na de tweede onderbreking het veld op gaat, mag dit ons niet gebeuren. Dan moet je de wedstrijd killen en moet je de 3 punten meenemen. En nu heb je niks. Ga je met lege handen naar huis. Het is ook frustrerend omdat je graag in die eerste periode, maar sowieso op de stand bovenaan, wil meedoen. Dat lukt zo ook niet. Nee, klopt. Vorige week hebben we ook een puntje of 3 punten laten liggen. Maar goed, we moeten er snel naar kijken en heel snel van leren wat ik zeg. En dan moeten we naar de volgende wedstrijd toe werken. Gaan er dan misschien wat harde woorden vallen van de week? Ja, we gaan zeker de waarheid vertellen. Tegen elkaar de waarheid vertellen. En dat hebben we net in de kleedkamer ook gedaan. Maar ja, dat hoort erbij, dit is topsport. Dus moeten we de waarheid zeker tegen elkaar zeggen. Heb je er ook nog wat bij gezegd? Ja, we hebben wel wat dingen gezegd. Vooral de wat ervaren jongens. Maar goed. Dat zal dan niet zacht gegaan zijn, hè? Want je zat nog in de emotie. Nee, inderdaad. Alleen goed, het gaat toch fout. Dus we moeten kijken waar het echt aan ligt. Je hebt zelf een winnaarsmentaliteit, hè? Je doet er alles voor om te winnen. Je leeft daar die hele week naartoe. Mis je dan een beetje die winnaarsmentaliteit bij je collega's vandaag? Ik denk dat iedereen wel wilt winnen. Alleen misschien moet ik de jongens daarin ook nog meer meenemen. En nog meer leiderschap op het veld en buiten het veld tonen. Maar goed, het is nu moeilijk om zo kort na de wedstrijd te zeggen waar het aan ligt. We gaan er naar kijken en dan hopelijk gaat het snel beter.